Hey Dave. Frank? Ja, het is zover, hè, man. Het droogseizoen is voorbij. Maar ik heb lang genoeg gewacht. Hè. Na 4 maanden mag het nu eindelijk wel eens gaan gebeuren. Hè. Allee, eindelijk. Het is zover, hè? Poppertjes thuis. Ik was al bang dat er niet meer van ging komen, omdat je zwaar onder de sloef lag. Zegt je niets anders? Ik geloof dat ze opstaan. Zeg, je bent toch geen Jeannette, Frank? Ik? Ja, nee, ik ben toch geen. Maar nee, zeg geen Jeannette. Jij bent een echte vent. En je gaat daar zeggen waar dat op staat. Oké, dat ga ik doen. Ik ga er gewoon zeggen hoe zit het eigenlijk? Dat je wilt neuken, godverdomme. Dat hè? Oké, dat zal wel lukken, ja. Lisa, bestel de geel. Ik moet even naar het toilet. Frank? Ja. Het valt niet zo goed met Lisa. Ken je het verhaal van een Boswaanse hangtijger? Wat? De Boswaanse hangtijger, Frank. Je vangt zijn prooi alleen maar door te kijken. Door te staren. Die blijft gewoon kijken. Man, serieus? Lisa, die zegt... Je hebt nog niks gezegd, hè? Je woord... Meen je dat niet echt? Je hebt mijn advies gekregen, hè. Take it or leave it. Lisa, ik weet niet waarom dat ik... En wat zal het zijn? Voor mij een duvel en voor haar een Fanta, want dat drinkt ze graag. Hé, schatje. Een witte wijn voor mij, alstublieft. Oké, komt in orde. Godverdomme, Frank. Frank? Ik wou het proberen, maar toen kwam hij over en ze wou dat geen Fanta. Wat? Allee, dat slaat toch nergens op. Wat heb je gedaan? Niks! Uw truc werkt niet, hè? Rustig, Frank. Rustig. Misschien kwam er gewoon wat zenuwachtig over. Weet je wat je doet? Drink iets. Ja. Drink iets. Okay. En probeer het op je gemak te weten te komen. Waar dat er scheelt. Ça va? Oké. Ja. Yo! Geef het op. Ik ken u toch niet dat je handje komen vasthouden, een kerel? Allee, wat heb je gezegd? Niets. Er is niks gezegd. Ik heb gewoon heel die nest over mij gekapt. Denkt u nu echt dat ze daar nog zou zitten als u niet meer moest hebben? Ja, ik weet het niet meer. Allee, luister, kerel. Ik ga u iets vertellen. Toen had een eerste holbewoner. Zijn vrouw, zijn grot in trok. Ja. Toen was het gedaan met de gelijkheid tussen man en vrouw. Zo simpel is dat. Er kan er maar één een baas zijn. Die hulpbewoner, Frank. Ja. Die is de eerste stap gezet naar een perfect universum waar elke man gewoon pakt wat hij wil. Ja, en dan kom jij nu... Een miljoen jaar later zeggen dat je wijgen nog altijd laat doen door moeder de vrouw. Kijk eens goed tussen de twee benen. Wat zeg je? Twee ballen mag ik kopen, hè? Maar wel.
pak die ballen vast. Oké. Gaat dat café binnen? En eist uw mannelijk recht op seks. Oké, Dave. Ja. Ja. Oké. Oké, hier ga ik. Lisa, ik wou dat vandaag een speciale dag was. Het is niet echt gelopen gelijk dat ik gehoopt had. Maar... Ik moet u iets zeggen. Lisa, ik wil seks met u. Sorry, Frank, maar... Ik ben dat beu. Ik bedoel... Ik wacht al 4 maanden op een klein beetje initiatief van u. Ik kan daar niet meer tegen. Gewoon altijd u gepanikeren en u gevlucht. Ik kan dat niet meer aan, die relatie. Sorry. Nee, Lisa. Hey. En? Is het gelukt? Ja. En dan zegt ze dat ik geen initiatief pak. Ja, oh. Ja, dan weet ik het ook niet meer. Dat is spijtig. Ja. Ja. Ach ja, je moet maar denken... Ze is het niet waard, jong. Zo is dat. Ciao, hè. Yo.